lokaal. We staan vandaag bij de finish van de Zuiderzeeklassieker. En de Zuiderzeeklassieker is een fietstocht voor het goede doel, namelijk voor de Maag-Lever-Darm-Stichting. De Maag-Lever-Darm-Stichting organiseert deze Zuiderzeetocht in Almere. Waarom? Omdat een paar van onze belangrijke sponsors hier gelokaliseerd zijn. Ook vanwege de samenwerking die de gemeente Almere ons geboden heeft. Maar vooral ook vanwege de prachtige tochten die we hier kunnen uitzetten, omdat we drie routes hebben, was dit een perfecte locatie. En waarom fietst u eigenlijk mee? Ik ben van de NTFU, dat staat hier ook op. Ik ben kwaliteitsadviseur en ik ga een oordeel geven over de kwaliteit van deze tocht. En wat vindt u daarvan? Ik vind dat het goed in elkaar steekt, in elk geval. Ja, als we de route even doornemen, ze vertrekken hier vanuit Almere? Ja, Almere en dan richting de dijk naar Lelystad. In de grote slinger om Lelystad heen. En dan door het Lelystadse bos achterlangs en dan zo een beetje langs de snelweg, tussen de snelweg en de treinbaan weer door deze kant op. Ja, het doel is om geld op te halen, lukt dat een beetje? Nou, dat gaat heel erg goed zelfs, want op dit moment zijn we op 137.000 euro en het groeit nog steeds. Dit geld gaat allemaal specifiek naar darmkankeronderzoek. En het is heel hard nodig, want het is de tweede kankersoort waar vrouwen aan overlijden. Dat weten nog veel te weinig mensen. En ook voor mannen is het de tweede, derde kankersoort waar mannen aan overlijden. Wat zijn de sterke punten van dit parcours? Dat zijn ze. Op zich is de weg niet specifiek interessant, maar toch wel heel... Heel anders dan de rest van Nederland. Je hebt echt zo meer bossen. Goede afwisseling in elk geval. Hoeveel deelnemers doen er mee? 520 hadden zich vooraf ingeschreven. En vanochtend hebben zich spontaan nog op en bij de 25 mensen ingeschreven. Dus ja, 540, 550 deelnemers. Jeroen, jij fietst voor het goede doel. Het was afzien, want je zit helemaal onder het bloed. Ja, nee, ik ben helaas even gevallen. En toch gewoon weer opstaan en doorgaan. Hè. Ja, het moet toch voor het goede doel. Dus, hoe kwam het dan? Was je al moe? Nee, het was precies een flauwe bocht waar het nat was. En precies in die bocht glipte ik dus weg. En lag ik. Wat vind je van de tocht? Ja, mooie tocht. Super mooie tocht. Ja, heerlijk gefietst. Het eerste gedeelte over de dijk heen. Een klein beetje zijwind. De terugtocht was wat iets minder. Hadden we een klein beetje meer wind. En ik was gevallen natuurlijk. Maar voor de rest heel goed te doen. Heel goed te doen. Ja, zeker. Waarom fiets je mee? Nou, gewoon om een goed doel te steunen sowieso. En ik vind fietsen heel erg leuk. Ik doe het ook sinds kort. En het gaat me heel goed af, vind ik. De eerste dame van vanmiddag. Ja, ook zij gaat erg sportief. Een heel klein stukje terug. En uiteindelijk heeft er weer iemand aan die bordjes gedraaid. Wij krijgen niet van de overheid geld. Dus al het geld wat wij binnenkrijgen is via donaties. Ook wel via de loterijen. En het leuke van dit soort evenementen is dat je ook betrokkenheid krijgt van de mensen die meedoen, dat je verhalen leest waarom je het doet. Ook van haar 60 kilometer. Nou José, je ging meteen even op de klokjes kijken. Ben je tevreden? Ja, viel wel tegen vond ik. Was pittig door het bos, glad, wat regen gehad. Op een gegeven moment was ik alleen en ik viel bij de wildroosters. De ketting eraf. En dan ben je alleen, dat vond ik toch wel eng, want iemand die voor mij weet, met wie ik aardig meereed, die ging rechtdoor. Dus ik begon te twijfelen. Of het verkeerd was gegaan, maar ik kwam toch de bordjes tegen, dus ik weet niet. Het is voor mij de eerste keer deze afstand en vond het best pittig. Goed gedaan hoor. Maar wel een kick, toch wel mijn uitdagingen dat ik het toch heb gehaald. En ook nog de derde of eerste van de vrouwen, dat vind ik niet slecht. Volgend jaar weer in Almere? Ja, volgend jaar zeker weer in Almere. Almere lokaal.